Lieve allemaal, welkom bij het allereerste digitale diastuk. Het is een heel gek jaar geweest, maar deze omstandigheden hebben er wel toe geleid dat wij onze creatieve geest des te beter hebben kunnen gebruiken op een hele nieuwe manier. Nee, dit jaar was geen jaar van draaiboeken en jaarplanningen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Een diastuk als nooit tevoren. Eentje in een spiksplinternieuw jasje. Het was even spannend, maar al gauw na de eerste repetitie via de Zoom met onze topcast was alle zenuwen als sneeuw voor de zon verdwenen. Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar het stuk plaatsvinden in een mooi theater. Namelijk op de planken van de Douw-Egbertzaal, Stad Schouwburg, Utrecht. We ontvangen jullie misschien niet in galajurk of in rok, klaar om je lust, ziel en zaligheid eruit te dansen op een diasgala. Maar we ontvangen jullie ook niet minder prachtig. Vanavond gaan jullie het verhaal zien van een jonge vrouw in de bloei van haar leven die zich laat leiden door de liefde. Een verhaal over passie en ambitie, over verlies en liefde. Een verhaal over studententijd en bovenal het verhaal van een echte powervrouw. We willen jullie heel erg bedanken voor het kopen van een kaartje om ons te helpen om alsnog dit jaar in de Stad Schouwburg te laten plaatsvinden. Graag zou ik nog een dankwoord willen uiten aan onze regisseuse Frederik Donker, onze zangcoach Malou van Oosterhout, onze choreografen Valerie Hermes en Maud Mannaert en onze filmcrew Joren en Maxime. Dankjewel. Dus trek je je Delta Nu trainingspak maar aan. Zet de popcorn maar klaar, want we gaan nu echt beginnen. Veel kijkplezier. Op de roem van ons huis. Dat is raar, dat gaan we niet doen. Oh my god. 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 Hoi El, een te gek bericht. Ring eens in het zicht. Ik voel vlinders voor jou in mijn maag. Warner,
Deze avond is perfect. En jij bent perfect. Nee, dat ben jij. En jij. Nee, jij. 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 Nee, stop, anders wordt het misschien wel een beetje vervelend. El, ik wil dat je weet hoe gelukkig je me hebt gemaakt. Ach. Ik bedoel, iedere jongen die droomt ervan om een meisje te vinden dat eruit ziet zoals jij. Nou. De druk van deze date, ja, voelen we alle twee. Doordat jij dat weet, voel ik angst, maar vat mee. De droom die voelde goed, voelde warm en suikerzoet. Zie ja, we weet niet wat ik zeggen moet, maar iets heeft mij gewekt. Oh, nou voelde dit perfect. Ik maak het praktisch, schatje, dus lief, geef me je hand. Ik moet aan een beeld gaan voldoen. Ik heb de toekomst gepland. Het is tijd om het serieus, tijd om het serieus te doen. Ik had nooit gedacht dat ik... Schatje, ik was nog niet klaar. Oh, sorry. Weet al van kleins af aan hoe heel mijn leven gaat. Een studierecht, een baan en zo door richting Senaat. Liefst een huis aan zee, dan een kind of drie. Ga het beter doen dan Kennedy. Alles verandert gauw. Maar waar is er plaats voor jou? Plaats voor mij. Kom ter zaak, schatje. Oh. Lief, geef me je hand. Neem mijn hand, pak mijn hand. Die rol van toen met trouw. Ik wil niet van jou. Ik weet dat jij het begrijpt. Dat ik begrijp dat ik volwassen word. Dat ik volwassen word. Serieus, wakker worden en gaan voor die grap. Serieus, ik ben straks een advocaat. Ik volg die droom van mij, het liefste vogelvrij. Dus voor die droom moet je bij. Uit elkaar. Ja, schatje, ik geef je mijn hand, mijn god. El, als ik voor mijn 30ste senator wil worden, dan heb ik een meisje nodig die volwassen is. Je maakt het uit. Arme El, die komt al dagen de kamer niet uit. Ik zag het al wel een beetje aankomen. Warner moet zich kapot schamen. Niemand vindt hem nog hot. Ik wel. Ja, maar jij bent de slet. Dat is het. Dat is het soort vrouw waar Warner naar op zoek is. Iemand die volwassen is. Iemand die advocatig is. Meiden. Ja? Ik heb een absoluut briljant plan. Wat je wilt, Warner, wat je wilt ben ik. Maar dan tot je schrik eens in een heel nieuw domein. Dat kan zijn. Warner, ik heb een plan, geen zorgen. Je krijgt op een morgen dit figuur plus een brein. Ik zie je aan het Harvard met een boek in mijn hand. Ja, gillig, maar ik las zo waar. Ook een keer de binnenkant en daar slaat het in als dynamiek. Warner, wat je wilt is wat je voor je ziet. Wat je wilt zit moet. Wat je wilt. Dus stap 1, ik moet daar ook naartoe. Stap 2, hij is verrast, schat. Ga plat voor wat ik zeg en doe. Stap 3, hij vraagt mij om te trouwen, want dat is de hele clue. Dat is leuk, dat is fijn, maar zeg een keertje hoe. Harvard, waarom wil je dit? Voor mijn hart, ze moeten wel me aannemen. Ik bedoel, een advocaat moet toch ook lief hebben? Maar schat, wat je wilt, niet bepaald simpel. Je moet een 9 hebben voor elk vak en een killer essay schrijven. En je moet referenties verzamelen. Nou, die vakantie die je dus had geboekt, sowieso kwijt. Schat, wat jij wilt, niet bepaald simpel. Maar wij gaan je wel helpen. Ja. MUZIEK
Deze? Gaat dit lang duren? Nee. Oké, top. Hallo, mijn naam is Emmet Forrest. Ik zit in mijn laatste jaar. Guten Tag, Harvard. Mijn naam is Franz Josef Alois van Wenzel de Spriet. Aber Majesteit oder Prins van Liechtenstein is alles zo richtig, ja. Enid Clitoria Hoeps. Ik ben Aaron. Aaron Schultz. Ik ben 17. Ja, nu al op Harvard inderdaad. Ik vind het vroeg. Nee, oké, dankjewel. Ja, wonderkind noemen ze dat wel eens. Ik ben zelf niet echt van de labels. Onderzoeker naar homoseksualiteit onder de kanariepieten. Ik ben assistent bij de les van professor Callahan. En ik hoop zeer binnenkort een positie binnen zijn bedrijf te krijgen als advocaat. In mijn onderzoek toonde ik op een opmerkelijke wijze aan dat kanariepieten wel degelijk homo kunnen zijn. Zo had je de kanariepieten, dat waren de homo's onder de kanariesoort, en de kanarietieten, dat waren de lesbiennes onder de kanariesoort. Wat vind je er eigenlijk van dat Elle Woods naar Harvard komt? Elle Woods? Geht sie zum Harvard? Zit ik in mijn ademstroeden? Is Frans Bauer weer daar? Frans Bauer? Elle, zij is prachtig. Ja, nee, ik bedoel eerder gewoon, ja, ik kan op zich wel goed met haar overweg. En ja, ik kon ook wel echt mijn ei kwijt over de kanariepieten. En ja, we viben wel echt. Frans Bauer? Frans Bauer? Frans Bauer! L. E-L-L-E. Palindroomvrouw. Met een schöne dame als Elle Woods, ja? Kan ik zeker wel wat kleine mooie prinsjes en prinsesjes maken, ja? Elle Woods. Een tikkeltje kleurrijk voor Harvard. Maar ja, ze is ook gewoon door de selectie heen gekomen. Waar ligt dat dan? Ja, maar liever daar, hè? Nee. Ja, ik heb niet zoveel honger. El? Niet echt. Warner! Je ziet Warner! In, nou ja, zeg, dat is gek. Ik vergat helemaal dat jij hier ook studeert. Natuurlijk. Ja, El, wat doe jij hier? Studeren? Met al het geld van jou. Ze hebben jou toch laten? Op Harvard. Wat? Alsof dat zo moeilijk is. Het lidsenaar is de les wel even bij. Als iedereen even stil wil zijn, professor Callahan kan hier ieder moment zijn. 3 jaar geleden zat ik op precies dezelfde stoelen waar jullie nu ook op zitten. En hoorde ik waarschijnlijk precies dezelfde roddels. Callahan is meedogenloos, Callahan drinkt schavenbloed, bla 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 bla. Daar is maar een klein deel van waar. Wat jullie wel moeten weten is dat alles wat jullie zeggen zal zeker tegen jullie worden gebruikt. Bij rechten denkt haast iedereen aan leugens en gedraai. Daarom typeert men vaak meteen een advocaat als haai. Negeer dat, het is geraaskal en heel dwaas. Met een haai, dat wordt er niet veel, helaas. De rest is aas, je leeft nu voor. Bloed in het water. Hard misschien, maar raak. Want nooit win je een zaak, tenzij ook jij stiekem leeft op de smaak van bloed in het water. En als je het redt, dan snap je de pret, zit net in die set, zo prachtig is de wet. Meneer Schultz, een hypothese, zou je bereid zijn de volgende van fraudeverdachte belegger willen verdedigen binnen de volgende zaak? Een lieve oma geeft het spaargeld van haar leven aan uw cliënt, zodat het meer wordt, dat krediet. Maar dan blijkt dat hij al haar geld heeft uitgegeven aan pornofilms, aan callgirls en aan wiet. Nee, daar zou ik niet aan branden. Wat? Het is een makkie voor wie er niet fragiel is. Zij heeft niks, dus haar verdediging is ruk. Je maakt aannemelijk dat oma zwaar seniel is en jouw man komt vrij en regelt hoeren aan één stuk. Hoeren aan één stuk, juist. Let op het bloed in het water.
draaien met je moraal. Grijp jij jouw rivaal? Vergeet je geweten meteen radicaal. Dus bloed in het water. Een zegen en een smet. Mevrouw, een hypothese. Zou u zichzelf de juiste advocaat achter voor de volgende cliënt? U verdedigt de verdachte van een huurmoord. Lid van de maffia, dus overal berucht. Mist het doel, maar deze don doodt per ongeluk een non. En rijdt ook nog eens over 3 puppy's op zijn vlucht. U denkt dat ik hem niet verdedig omdat hij is wat hij is? Een man? Ach, jullie lesbiennes denken dat jullie zo stoer zijn. Pardon? Kijk, mijn commentaar heeft er beledigd. Meneer? Begrijpelijk, maar schuif je woede aan de kant. Emoties zijn niks voor een advocaat. Zeg het eens, mevrouw... Woods, Elwood. Zo, iemand heeft al wat koppen koffie achter de kiezen. Zeg het eens, zou je voor mij een samenvatting kunnen geven van jullie huiswerk? De zaak van Hearn tegenover het Openbaar Ministerie. Het liefst in zo'n 3 zinnen. Als het goed is, heeft iedereen zich ingelezen. Nou, nee, ik wil eigenlijk antwoord geven op de puppyvraag. Ja, maar ik wil dat je een samenvatting geeft van je huiswerk. Doe niet zo gek. Wie geeft er nou huiswerk op voor de allereerste les? U heeft moed, mevrouw Woods. Mevrouw... Kensington. Stel, je bent naast je succesvolle praktijk docent aan Harvard en je stelt iemand een vraag. Maar dan blijkt dat deze niks heeft voorbereid. Laat je haar dan gaan, of... Nee, ze moet eruit. Wat? Kijk aan. Nou, meid, je hoort het. Is het een grapje of niet? Nee, oké, ja. Jorner. Hey. Oh, Warner, goddank. Pardon, waarom doe je nou zoiets tegenover een andere vrouw notabene? Waarom doe ik wat? Wij meiden moeten elkaar een beetje beschermen. En we moeten ons zeker niet beter voordoen over de rug van een ander. Mezelf beter voordoen? Sorry hoor, maar je had je gewoon niet voorbereid. Doe eens gek en sla eens een boek open. El, wat doe je? Wat? Wat nou wat? Warner, is er misschien iets dat El nog moet weten? Warner... Ken je haar? Ja, dit is Vivienne. Ze is mijn vriendin. Wat? El. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. If I tell you that I love you... Oh, hallo. Welkom bij de Air Fair. Dankjewel. Nou, je bent bij Paul en Paulette in goede handen, dus ga maar even lekker zitten, Maasie. Zo, leg ik dit even weg. Oh, weet je, wat al risk is voor auto's, dat zijn wij voor haar. Wie is Paul? Nou ja, goed dan. Ja, ik wil bruin haar. Wat zeg je nou? Oh, hier moet ik Paul echt even verstoren. Die is namelijk op detox tour naar Mabella. Oh. Bel hem even hoor. Lekker. Ja. Buenos dias, poes. Paulette, ik zie dode punten vanaf hier. Wat is dat nou? Hey, wist je nieuwe vriendin? Nou, dit is dus... Woods, Elwood. Nou, en snap je dat? Zij wil dus bruin haar? Mm-hmm. Nou, vreselijk. Ja. Genetisch gezien is zij toch een lot uit de loterij? Hier is dus sowieso meer aan de hand. Even stoppen nu. Kom maar op, we luisteren. Oké, goed nou. Nou, ik ben Elwood en ik kom helemaal naar Harvard om mijn ex terug te winnen, Warner. En nu... Is met een of andere suffe doos. En wat heeft zij wat jij niet hebt? 3 tieten? Nee, het is geconcipeerd monster met een vreselijk kapsel. Nou ja, blijkbaar is dat wat Warner wil, dus daarom moet ik dus bruin haar. Wacht eens even. Weet jij wat nummer 1 reden is? Aller zegt de haarbeslissingen. Nee. Het hart. Thank you. Een gebroken hart. Weet je, ik ken het. Soms zit het gewoon even niet mee. Ik weet het nog goed. Ik was in de kroeg. Ik had 7 pils op en toen zag ik daar... Dewey. Wel. Een gast met rood haar. De vuurtoren. We hadden 10 jaar. Huisje, boompie en beestje. Bleek dus 1 grote hallucinering. Dus ik eindelijk wakker. Na 10 jaar tempt hij mij voor een of andere treitentrut. Kila. Huh? Ik ben alles kwijt.
De trailer. Weg. De kruidenboekjes. Weg. De etagère. Weg. De tafel lopen. Weg. Met pimperroze haarextensions. Zet je nog in gisteravond? Oh ja, sorry. De seat gesperst. Weg. De gassendoekjes. Weg. En zelfs. Zelfs. Ons hondje. Rufus. Nee. Die was ook weg. Ja. Oh. Maar een meisje zoals jij, die hebt de toekomst. En ik alleen maar de droom. Kijk, dit is onze jaarlijkse foto samen, Rufus en ik. Kijk, wat schattig. We hebben alle twee matrozenpakje aan. Dit is zo lief. Oh, oh my god, ik heb dus ook een hondje. Bruce Woods. Huh? Ik laat het even zien. Laat me zien, schat. Kijk. Oh, oh de wacht. Oh my god. Vivian wil het goed maken en nodig me uit voor een verkleedfeestje. Ah, ik ben dol op verkleedfeestjes. Oh my god. Ik heb zo'n perfecte kostuum voor je. Palet, kan je die even uit de opslag halen? En hou ook maar meteen uit de mottenballen. Dit moet je doen, lieverd. Oh ja, oké. Okay. Ga ik doen. Ga ik doen, Paul. Even kijken, waar is het? Oh ja, hier deze. Oh, oh, ik heb het al hoor, Paul. Daar gaan we. Lekker schat. Och, kijk dan, schat. Dit hebt dus Kim Kardashian gedragen op de babyshower. Geweldig. Mm. Als een meid als jij er man niet eens meer terug kan winnen, dan is voor mij dus als ik toch al hoop vervlogen. Nou, het scheelde maar weinig of ik had nu met bruin haar gezeten. Dankjewel, Paul en Paulette. Mm. Jullie weten niet half hoe hard ik dit nodig had. Bye, girl. Maar Vivienne, technisch gezien is het toch helemaal geen verkleedfeestje? Oh, oeps. Hey El, what's up? Doc? Hart. Ik volgde dus mijn hart, volslagen idioot. Waarheen? Naar mijn eigen persoonlijke hel. Zit aardig in de knel, veel liever was ik dood. Juist in grotere nood door mijn hart. Geen man meer echt in school, een sukkel tot en met. Wordt alleen maar te kasten gezet. De smijt middengoot als smijten van het schat. Ho, 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 even terug. Deed dit alles alleen voor een man? Deze school was een deel van je plan. Uit welk romantisch sprookje kom jij dan? Malibu. In plaats van leven zonder gedoe, stak jij die gast echt tot Harvard aan toe. Mm-hmm. Zoiets ja. Vreemds heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Nou ja zeg, hoe kwam jij hier dan? Kijk. Pa verdween, daarna bleek maar content. Met een luie en werkloze vent. Wist als kind al, zo mislukken wil ik niet. Werkte hard en heb ieder verbaasd. Deed die school en twee banen ernaast. Dus jij hebt het niet zo zwaar zoals je ziet. Maar dat jij door je verleden zo'n vechtersbaasje geworden bent. Weet je wat? Dat klopt helemaal. Ik ben er trots op. Ik ben een vechter als vroeger. Beter dan vroeger. Door mijn vechtlust besta ik en daarmee versla ik de rest. Mijn verleden helpt stukken. Want ik zal niet mislukken, ik ben een zwoeger, een vechter. Misschien ook iets voor jou. Wacht, twee banen in deze opleiding? Ja, ja ik heb sinds 2016 niet meer geslapen. Nee, even serieus, hoe is je dat gelukt? Ja. Veel gefeest past niet in mijn beleid. Tijd is geld en het kost veel te veel tijd. Besteed geen uren aan mijn haar of aan make-up. Ik besteed geen uren? Maar ik weet het gebuffel heeft zin. Als ik in elke zaak overwin en voor mijn moeder ooit dat landhuis heb gekocht. Oh, dat is zo lief! Nee! En een zoegen vechter, ooit schop ik het tot rechter. Door mijn vechtlust besta ik en daarmee versla ik de rest. Het is zwaar, maar ik moet door. En is heus ergens goed voor de soort en zoegen vechter. Doorstaat elke tijd. Wacht, ik moet gewoon aan iedereen zien te bewijzen dat ik volwassen genoeg ben. Nee, nee, wat jij moet doen is werken. Doe alsof je thuis bent. Waar zijn al jouw boeken? Ja, die moeten echt ergens liggen. Kijk hier, die tafel is leuk voor de show. Maar hij was ooit bedoeld als bureau. Gun wat ruimte voor je boeken als begin. Wat doe je? Mensen, wat moet je hiermee? Dit gedoe en gepruts, wat is dit? Geen idee. Voor mijn haar. Draag een muts. Oh. Kijk qua kop niet wat erop zit, maar erin. Weg, weg, wat moet je hiermee? Gooi het op.
mee, schuif het opzij. Weg, weg, ach zwart kwaad. Nu mooi, word maar kwaad, zo vind jij. Vroeger de vechter, de humeur wordt steeds slechter. Door je vechtlust besta je en daarmee versla je de rest. Nu iets doen, dat is zonde, vecht dat je iets hebt gevonden. Je studeert als de pest. Poeh! Hoeveel is dit? Mijn tweede, mijn derde? Geen idee. Maar het is wel geweldig. Oké. Definieer malum prohibitum. Malum prohibitum is een... handeling. Die niet is toegestaan door de wet. Zoiets als tippelen of kauwgomkauwen in Singapore. En dus is malum in C? Een handeling die in de basis kwaadaardig is. Mishandeling, moord, witdragen op andermans huwelijk. L. Oh, hi Warder. Heb je Vivian gezien? Ja. Oh nee. Eigenlijk niet, nee. Nou, mooi is dat. Dan missen we dus onze vlucht. Doeg, Warner. Fijne vakantie. De groetjes aan je vader en moeder. En ja, oma Boetsie. Oh. Hey, El. El. Ja? Kijk, je bent een slimme meid. Je bent een ambitieuze meid. Maar zodra Warner een keer voor jouw neus staat, dan verdwijnt dat slimme als een sneeuwvlok in de zon. Ha? Huh? Oké, heb jij er misschien een keer ooit over nagedacht dat Warner misschien wel de enige beer op jouw weg is? Nee, zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Misschien heb je wel gelijk. Ja, goed, waar waren we? Kom op. Ik snap het nog steeds niet. Oké, dit hoofdstuk. Tot slot wil ik dat iedereen zich inleest in de zaak van de staat tegenover Gate. Jullie zijn geseponeerd. Mevrouw Wood, goed werk vandaag. Ik neem aan dat u meeding naar een stageplaats. Heeft u misschien een cv? Oh, natuurlijk. Alsjeblieft. Voor je het. God bewaar me, dat ding is geparfumeerd. Dames en heren, ik kan alleen de allerbeste gebruiken. Voor hen die het niet geworden zijn, welkom bij de middelmaat. Emmet, jij bent mijn assistent bij deze rechtszaak. Bewijs jezelf voor een vaste aanstelling bij mijn firma. En de vier studenten die de stage hebben gekregen zijn... Ah, chips! Is er nog niets? Oh, nee! Yes! Ik wist het! Warner! Warner, we zijn binnen. We hebben de stageplek. Oh, Vivienne, dit is geweldig. Dit is waar we altijd van gedroomd hebben. Weet je, dit is het perfecte moment. Oh. Trouw met me. Warner. Die ring is prachtig. Warner, wat jij nu voelt, als voor mij bedoeld, je zou houden van mij. Het leek in mijn hoofd perfect, met hernieuwd respect, zou je houden van mij. Ik heb mijn wereld op zijn kop gezet, voor een leven met ons twee. Heb nu ik achterblijf. Je even geen idee. Wat? Is dat mijn naam op dat papier? Ben ik er eentje van de vier? Ging hier iets verkeerd? Heb ik echt iets geleerd? Knijp, dan heb ik het door. Au! Ja, hoor mijn naam in zwart op wit. En heb nu alles tegen zit. Wow, ik voel me zoveel beter dan hiervoor. Sorry, ik was gestrest, deed te hard mijn best en toch koos je voor haar. Maar ik voel me nu goed en sterk.
deze samenwerking komt dik voor elkaar. Welke samenwerking? En weet jij nog hoe we vreeën als dat smoor verliefde stijl? En we dachten toen, zo goed voelt iets niet snel. Nou dit wel, kijk daar, mijn naam voelt als een eer. Beter dan onze eerste keer. Te laag mijn IQ, ha, wie lacht er nu? Nu ik slim ben en score. Eerlijk, mijn naam daar op dat blad. Voelt of we net seks hebben gehad. Nee, wacht, het voelt zo veel beter. Hallo, veel beter, echt zo. Oh, veel beter. Voel me zo veel beter dan hiervoor. Hou je nieuwe liefde maar, ik was haar maar vorig jaar. Mocht je je bedenken, schat, ik volg nu een ander pad. Nieuwe liefde, goede baan, nooit verwacht, maar kijk eens aan. Ik heb nu geen tijd voor pijn, want ik geniet van nu van mijn naam. Daar op dat bord, god wat ironisch, niet te kort. Mijn iPhone is snel, als ik het vertel, draait mijn maat zeker door. Hé, hey, man, kijk daar, mijn naam in zwart op wit. En heb nu alles tegenzit. Wow, ik voel me zoveel beter. Ben er om 9 uur precies. Weet al precies waar ik voor kies. Of 9, nee, wacht. Liefst nog eerder om 8. Sta ik bij dat kantoor. Kleed me die dag in wit en zwart. Nu is het hart liefst ingehard. En dan roep je ook veel beter. Hallo, veel beter en snel weet ik. Zoveel beter, ik ben zoveel beter. Ik ben zoveel beter. Ik ben zoveel beter dan hiervoor. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Hi, ik ben Brooke Windham en welkom op Windham's Workout Disc nummer 2. Vandaag gaan we weer op zoek naar het allerbeste in onszelf. Dames, jullie klaar? Yeah! Jullie thuis ook klaar? Oké, daar gaan we. We beginnen met een stretch. 1, 2, 3, 4. Heel goed. 5, 6, 7, 8. Heel goed. Nou, nu gaan we squatten. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Squeeze your butt. Ladies, heel goed. 5, 6, 7 en 8. Nou, nu gaan we naar de vloer. De fire hydrant doen we deze. 1, 2, 3. Feel the burn. 6. Ik haat broek en daarom hou ik van. Ja, ik ook. Heel goed, dames. Nu gaan we weer opstaan. Nou, weet je, schuif de man je mening opzij. Pak je cardio zit van thuis erbij. Dit is onze cliënte, Brooke Windham. Miljonair door haar YouTube-kanaal en boek Jump Deep Billen Hard en Strak. Haar huwelijk leek goed, totdat zijn dochter haar betrapte boven zijn lichaam en onder het bloed. Zelf zegt ze dat ze van niks weet, maar ze heeft geen alibi. Wie hier denkt dat ze schuldig is? Goed dan. Dit is waar ik jullie hulp bij nodig heb. Zelf spreek ik geen tactiek. TikTok. Juist. En kom ik niet echt bij haar binnen. Maar misschien gelooft ze een van jullie wel. Stop in godsnaam wat verstand in dat anders lege hoofd. Wat ik wil is een motief, een plan en een alibi. Succes. Mevrouw Windham. Mijn naam is Emmet Forst, ik ben raadsman bij het firma van meneer Callahan. En deze 4 stagiaires zijn het neusje van de zalm van Harvard Studie Rechten. Oh, en trouwens, mijn moeder is een groot fan van uw dvd's. Dankzij u kan ze een walnoot kraken tussen haar billen. Haar woorden. Oké, goed. Luister, we willen uw zaak met u bespreken. Want wij willen u gewoon hier zo snel mogelijk weer wegkrijgen. Ja, dat wil ik ook. Perfect. Er is echter wel een heleboel bewijs tegen u. Om de jury te overtuigen... hebben we echt een alibi nodig. Daar kun je lang op wachten. Heeft u er wel eens over nagedacht dat dat misschien uw enige kans is? Zeker. Plaats me onder ede en ik lieg.
Het is niet anders. Mevrouw Wyndham, als u ons dat alibi niet kunt vertellen, ga dan tenminste akkoord met een deal. Beken en verminder uw straf. Bekennen? Voor iets wat ik niet heb gedaan? Wat ik nodig heb is een team dat gelooft dat ik onschuldig ben. Echt wegwezen. Ga weg. Echt ga weg. Wegwezen. Wie zijn bij regen steeds je paraplu? Wie? En wie is er gekleed in een perfecte nu? Wie? Weet als het niet gaat, een zuster staat naast u. Nu. Delta nu, ik sta voor Delta nu. Delta nu, ik sta voor Delta nu. Hoi, ik ben Ellen Boots, voormalig prees van Delta nu. Ik wist dat ik je politiefoto ergens van herkende. Oh, dat meen je niet. Zeker wel. Dankzij jouw DVD word ik Miss June van de Delta nu kalender. Oh, nou, eindelijk iemand in het team die me gelooft. Ik geloof je, Delta nu is voor het leven. En ik zal vechten met alles wat ik in me heb om je naam te zuiveren. Maar... ja, daar zou een alibi wel erg handig bij zijn. Oh, dat kan ik je niet vertellen. Lieverd, iedereen heeft geheimen. Ik heb jarenlang verzwegen dat ik een kleurspoeling gebruik. Oh, maar El, dit gaat wel iets verder dan een kleurspoeling. Mijn geheim legt een bom onder mijn hele fitness-imperium en alles waar ik hard voor heb gewerkt. Als ik het je vertel, dan moet je me beloven. En dan ook echt Delta nu zuster zweren. Dat je het aan niemand durft. Ik dubbel Delta nu, zuster Sweert. Jij durft. Goed dan. De dag waarop mijn man werd vermoord, kreeg ik... Sorry, Broek, je moet echt iets harder praten. Liposuctie! Minimaal! Wat toch, liposuctie! Oh my god! Dit kunnen we niet vertellen, nee. Delta nu. Jongens! Jongens, ik weet Brooks alibi. Dat meen je niet. Nou, vertel. Nee, ik heb het dubbel Delta nieuwszuster gezworen om me niet te zeggen. El, dit is niet een of ander klein, stomzinnig studentendingetje, hè? Oh, dat weet ik. Dit is een heel groot studentending. Maar geen zorgen, Brooke heeft er niks mee te maken. Brooke is een fitnessguru. Lichamelijke inspanning creëert endorfines. En endorfines maakt de mens gelukkig. Gelukkige mensen die moorden niet. Duh. Emmet, kan ik jou verspreken? El, dit kan je niet menen. Als ons dat alibi niet vertelt, verliest het hele team de zaak. Nou, ja, dan vrees ik dat we niet zulke goede advocaten zijn. El, troetel. Hm? Als je Callahan dat alibi geeft, dan is hij echt onder de indruk. En dan gaat de rest van je studie een leien dakje. Maar ik heb Brooke beloofd niks te zeggen. Wat maakt dat nou uit? Warner. Oké, ik weet niet wat ik ken. Einde schoolreisje. Iedereen terug aan het werk. Behalve jullie twee. Ik hoef meneertje Ripstof en mevrouwtje Legally Blond vandaag even niet meer te zien. Emmet, het spijt me. Ja, dat hoef ik toch niet te horen. Dat alibi, dat wil ik horen. Maar ik heb Brooke beloofd niks te zeggen. Dat alibi is heus niet de enige manier om deze zaak te winnen. Ja, nee, maar het zou wel een boel helpen. Het enige wat jou interesseert is indruk maken op Callahan. Ja? Natuurlijk, vind je het gek? Die man is mijn baas. En als ik indruk op hem maak, dan krijg ik een positie binnen zijn bedrijf. En daar verschuif je voor het gemak het vertrouwen van je cliënt en je eigen integriteit maar even opzij? Ja, als je het zo stelt. Nee. Jezus. Zo, helemaal klaar voor je grote dag in de rechtszaal. Ik bel Paul gelijk even om te laten zien dat ik hem niet nodig heb voor mooie nagels. Oh my god, hey kijk, girls. Paul. Ah! Wow, echt fab. Maar weet je zeker dat je niet op iedere nagel zo'n klein rechterhamertje wil hebben? Dat is misschien wel een beetje te veel, Paul. Oké, schat, dan houden we het op. Stel voor advocaat Rozen. Want dan weet de hele jury meteen dat jij het vertrouwen bent, hè? Ja, maar dat is dus wel meer dan mijn team. Ze willen dus steeds dat ik Brooks alibi geef. Ja, ook je vriend Emmet? Emmet zit ook in het team, ja? Ja, in het team. Nou, ik zie heus wel hoe hij naar je kijkt. Echt, hè, schat? Oh, net. Hij is gewoon een vriend, hoor. Oh, tuurlijk, schat. Ja, prinses.
Ik heb een pakket. Voor Paulette Buenafonte. Ben jij dat? Ik ben Kyle. En dit is de eerste stop op mijn nieuwe route. Toeval bestaat niet, toch? Mooi zo. Dankjewel. En Paulette, zou je mij plezier willen doen? Heb een hele fijne dag. Porno op pootjes. Maar echt. Ja, maar echt? Nee, serieus. Nee, ongelooflijk. Wauw. Oh, ja, maar lieverd, praat al met hem. Ja, dat kan toch niet zomaar? Ik ben niet zoals jij. Ik heb... niks te bieden. Hey, gozer. Heb je de uitslag al van de GGD? Oh, sorry schat. Ik moet hangen. Pablo belt voor cocktails. doeg. Zij heeft de meest perfecte pennensnap die ik ooit heb gezien. En natuurtalent. Hi, Paulette. Hallo? Wie zijn dat? De Delta Nieuws natuurlijk. Pennensnap die zo gestrekt is, heeft de vlede wet van natuur en logica veranderd. Ken je dat niet? De band is snap. Meid. Kijk. Band en snap. Deze beweging is uitgevonden door cheerleaders uit Los Angeles en is nu een enorme TikTok-hit. Daarnaast heeft het een gegarandeerd effect van 99,99% op alle heteromannen. Nou, ik stoot ze af met 99,99% en dat is ook bewezen. Jouw probleem is niet lichamelijk, maar geestelijk. Je moet wat meer spirit krijgen. Check onze TikTok. Laat onze band de snap zien. En elke jongen die me ziet, wil graag meer, maar krijgt het niet. Nee, want geen jongen kan mij weerstaan. Knip de vingers en zie ze gaan. Wat heb ik voor al die macht gedaan? Kijk naar mij, er is niks aan. Nee, snap, mag je nooit vergeten. Nee, snap, laat al die mannen zweten. Zeg, Paulette, ben ik hier ergens mijn pennetje vergeten? Oeps. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, nee. Oh, jongens. Oh, jongens. Hij was je minnaar? Nee, tuurlijk niet. Ik zou nooit mijn bed delen met een man in een string. Hij was alleen leuk om naar te kijken terwijl hij mijn filters aan het poetsen was. Dat meen je niet. Je zet ons allemaal voor schut. Psst. Kom ik op Paulette. We zijn er. Liever. We komen je aanmoedigen. Oh, ik moet je zo erg bedanken. De pen en snap heb gewerkt. Ik heb er zijn neus voor moeten breken. Maar toen heb ik wel 4,5 uur lang met hem bij de eerste hulp gezeten. Oh, ik heb nog nooit zoiets romantisch meegemaakt. Oh, schat, ik ben zo blij voor je. Ik zei toch dat de pen en snap altijd werkt? Ja, tenzij een gast natuurlijk gay is. Mm-hmm. Ja. Wacht, dat is het. Blijf hier. Band en snap. Emmet, kijk. Band en snap. Doe nog eens. Jongens, Nikos kan helemaal niks met broek gehad hebben. Ik deed aan 2 keer toe de band en snap voor zijn neus. En geen reactie, niks. Die gast is duidelijk gay. Hij heeft wel eens een cd van Cher bij mij thuis laten liggen. Ja, maar
El, je wil die vent onder Ede uit de kast trappen? We hebben een strategie nodig, niet een dansmanoeuvre. Dus jij denkt dat hij mijnheid heeft gepleegd? Als je mis hebt, lijken we niet alleen wanhopig, maar ook nog eens homofobisch. Maar als ze gelijk heeft... Jongens, ik weet het zeker! Die gast is gay! Ja, waarop is dat nou gefundeerd? Is het cremmetje, parfum, te strakke kleding? Ja, en kijk eens naar die arrogante kop. Dat is een typisch teken van een hetero, hoor. Die is niet gay. Wacht even. Ik heb een plan. Succes. Dus, meneer Architakels, deze vermeende houding met mevrouw Windham duurde al... 2 jaar. Oké, okay, en uw voornaam was... Nikos. En de voornaam van uw vriendje was... Carlos. Wacht, jij zei vriendje. Ik dacht, jij bedoelt een vriend. Carlos is gewoon een heel goede vriend. Jij! Klotzak! Jij gore klotzak! Ik lieg niet meer voor jou. Mensen, ik heb u iets te vertellen. Meertje is mucho gay. Ik ben straight. Nou, gisteren nog niet. Adios, Nikos. Carlos, mi amor. Wacht. Ik ben gay. Welkom terug bij de rechtszaak Brooke Windham tegen het Openbaar Ministerie. Na lang hoofdgedachten zijn geweest in de zaak de moord op haar man, lijkt nu eindelijk het tij gekeerd voor mevrouw Windham. Een wispelturige verklaring van Badjongen en kroongetuige Nichols zette de verdediging aan het denken. Het had blijkbaar iets te maken met de bende Snap. Zou jij deze even voor kunnen doen, Claire? Nichols verkondigde namelijk dat hij een seksuele verhouding had met Windham. Maar niks van deze verklaring bleek te kloppen. Op Emmet. Woehoe. Hij heeft heel de zaak omgedraaid door de schoonmaker van het zwembad te pakken. Nou, ere wie ere toekomt. Ik deel deze overwinning met L. Oh. Op L. Op L. Op L. Oh, lief. Ja, en sinds wanneer zien we een goed werkende gaydar als een gerechtelijke overwinning? Sinds we zonder deze gaydar hier nu geen champagne stonden te drinken. L vertrouwde op haar instinct en inventiviteit. Ook liet ze zien door nooit het alibi te vertellen, het vertrouwen van een cliënt nimmer te verbreken. Dit maakt er een bijzonder goed advocaat. Dat is meer dan ik van jou kan zeggen, Warner. Doe mij trouwens maar een koffie. Maar drink je champagne? Ja, met een zoetje en een wolkje melk. En voor de rest, tot morgen. Mevrouw Woods, kan ik u nog even spreken? Ja, natuurlijk. Ik wil u graag nog bedanken, professor Callahan. Dat betekende zoveel voor me. Je hebt het verdiend, maar vertel het niet door aan de andere studenten. Ik heb een reputatie hoog te houden. Oh, maak je geen zorgen. Ik zou niks zeggen. Ik wil alleen zeggen dat ik zoveel heb geleerd van deze ervaring. Wat je geleerd hebt is het punt niet. Je hebt instinct. En instinct valt niet te leren. Je moet leren te vertrouwen op dat instinct. Wat? Ik had je slimmer ingeschat. Was dit de enige reden van die stageplek? Mevrouw Woods, u weet de weg naar de deur. Daar is ze, de stagiaire van het jaar. Wat ben je aan het doen? Waar ga je heen? Terug naar huis. Terug naar Californië. Terug naar shoppen, zonnen en roddelen. Wat? Waarom? Je bent de stagiaire van het jaar. Je hebt het gewoon verdiend. Callahan, hij zat aan me. Wat? Hij heeft me gezoend en toen ontslagen. Wat? El, dit kan niet laten gebeuren. Emmet. We verzinnen wel wat. Emmet, toe nou. Waarom zou ik nou nog blijven? Voor mij. Zo, die zit ook weer op zijn plek. Oh, je ziet er weer prachtig uit, schat. Dank, Paulette. Hey, Paulette. Hey, Moppie. Hey, ik kwam even gedag zeggen. Ik ga terug naar Californië. Californië? Waarom? Oh, Moppie, wat is er gebeurd? Ja, ik dacht mezelf steeds te bewijzen, maar blijkbaar ben ik gewoon één grote blonde grap. Nee, joh. Schat, joh.
dat vind ik niet. Vivian? Wij meiden moeten elkaar een beetje helpen. Misschien zag Warner alleen maar een mooi blondje, maar ik zie een vrouw die strijdt voor haar dromen. Mm-hmm. Hoopte constant dat je weg zou gaan. Heb je van meet af aan afgekapt. Maar als ik fout zit, dan zeg ik dat. En ik zit fout bij jou. Dus luister, jij hebt tot hier zoveel goed gedaan. En zelf zie je dat niet zo snel misschien. Maar laat vanaf nu heel de wereld zien. Dit is de vrouw. En donkerblauw, dat staat jou. Van meiden. Met jij moet terug. Hoort daar te staan. Mond dicht en kijk me eens aan. Ik zeg het ronduit. Raar, want ik sloot nooit een verbond. Dit is wie je bent en is waar je hoort. Doe voor die schoenen een moord. Jij bent elke dag wat in de smaak. Legally blond. Wint elke dag wat in de smaak. Legally. Dankjewel, Vivian. Deze mag je houden. Die draag ik nooit meer. L. Schatje, zit in de kledingkast. Dat weet ik. Ik zei, ik draag dat nooit meer. Ik draag dit. Oh, girl. Ja, ik ga terug. En geef Paul van een hele vriendin voor. Zet hem op mij, doe ik. Joe. Op voor verhoor. Oh my god. Een T.O.P. Een totaal ordinair permanent. Okay. Nou, mevrouw Chutney, heeft u de moord op uw vader gezien? Nee, ik stond onder de douche en toen ik daaronder vandaan kwam, toen zag ik Brooke daar staan, bedekt onder zijn bloed. Mevrouw Chutney, zag u die dag toevallig verdachte personen in de omgeving van uw woning? Nee, ik stond onder de douche. Ik bedoel daarvoor? Toen was ik bij de kapper om een permanentje te zetten. En toen u thuis kwam, ging u onder de douche staan om uw haren te wassen? Ja, ik stond onder de douche en ik waste mijn haren. Mevrouw Chutney, was dat de eerste keer dat u een permanent liet zetten? Nee. Ik krijg er zo'n 3 voor de afgelopen 10 jaar. Oh, interessant. Nou goed, nogmaals mijn vraag. U kwam thuis en u waste uw haren? Correct. Oh, vreemd, want een permanent moet 48 uur droog blijven. Water deactiveert namelijk het ammoniumthiogicaat en verpersoneert hele permanent. Uw permanent is echt nog volledig intact, dus het kan onmogelijk zo zijn dat u onder de douche stond en uw haren stond te wassen. Nou, ja. Waarom zou u daarover liegen? Nou, denk je nou, ja, ik weet... Waarom zou u liegen over het feit dat u het schot wel of niet gehoord heeft? Waarom? Nou, denk je nou echt dat ik het leuk vind dat het wijf van mijn vader jonger is dan ik ben? Ik wilde hem niet vermoorden, maar haar! Oh my god! Oh, ik heb echt alles aan jou te danken. En geen mens die mij de liposuctie op mijn date verwijt. We still love you, Brooke. Go, girl. Don't worry. El. Dan te bedenken dat ik je niet serieus nam. Ik had het fout. Je bent wel de vrouw voor mij. Oh, nee. Oh, Warner. Vivian heeft je gedumpt, zeker. Sorry, maar het is tijd dat wij elkaar loslaten. Het gaat je goed.